Goedenavond, dames en heren. Goedenavond. Vandaag is dinsdag. Het is 9 uur. En om 9 uur bij Radio Maart is er natuurlijk altijd 12 uur lo. Ik ben Makeda Ja. En ik ben er iedere dinsdag om de luisteraars kennis bij te brengen over eigenlijk en wat het doel eigenlijk is. Alibi voor zo'n ding. Voordat we beginnen, kijken we natuurlijk altijd wat hebben we de afgelopen week behandeld. De afgelopen week hebben we het gehad over de Holy Watchers en kinderen die ze kregen met mensen, de Nephilims. We hebben het gehad over het feit dat het een family affair is. Dat zowel Tatayao, onze vader en Lucifer, dat broers zijn. Niet van dezelfde moeder, weliswaar, maar wel van dezelfde vader. Zoals altijd maken we onderscheid in de celestiale wereld. Dat is de wereld van de vader. Die wereld kunnen wij niet beïnvloeden met onze handelen, met ons denken en met ons doen. Wat we ook doen, de celestiale wereld, die is niet afhankelijk van ons. Die wereld die wordt geregeerd door universele wetten. En daar kunnen wij niks aan doen. Naast de celestiale wereld van de vader hebben we ook de wereld van de spirits. Dus die wereld kennen wij wel. Dat is de wereld van Tatayao. Hij is Edeman. Van de spirituele wereld. En wat wij ook inmiddels behandeld hebben, is dat alles eigenlijk spirit is. Ook de materiële wereld, de derde wereld, die is niks anders dan spirit die versteend is, die tikkie-sting. Wij met onze Winti-religie weten heel goed hoe het is, want wij weten hoe het is wanneer een Winti gebruik maakt van ons lichaam om boodschappen te brengen, om te helpen daar waar nodig is. En om eigenlijk veranderingen die nodig zijn via het lichaam van zijn, van de mens, van de assi, door te brengen naar de rest van de familie of de rest van het volk. Vandaag gaan we verder met waar we gebleven zijn. We gaan verder met de Holy Watchers, maar ook met de wereld van onze vader, Tatayao en Mama Aysa. Mama Aysa, in het Engels zeggen ze dan Earthly Mother. Wij zeggen Mama Aysa, moeder, materie. Tatayao is Edeman van zowel de spirituele wereld als van onze werkelijkheid. En onze werkelijkheid die wordt uitgedragen door engelen. Die zijn allemaal onderdeel van onze werkelijkheid. Maar alle engelen hebben ook een geest. Dus wat de ouderen zeggen, wat de boeken zeggen, is dat geest en lichaam onlosmakelijk van elkaar zijn. Je kan ze niet scheiden. Het moment dat je geest van lichaam scheidt, gaan ze beide terug waar ze vandaan komen. De geest die gaat naar de spiritwereld, de geestelijke wereld. En het lichaam die gaat dan terug naar de aarde. En alle elementen die in het lichaam zitten, die gaan terug naar hun eigen elementen, die vervliegen, die gaan terug naar hun bron. Dan gaan we verder. We hebben het ook over gehad dat voor de zondvloed, dat de heilige watchers, maar ook de fallen watchers, dat ze in Eden leefden, samen met de eerste mensen, met de eerste generatie mensen die op aarde waren. Ze bleven daar met z'n allen, want er was geen andere plek. Er is een scheiding gekomen bij de verdringing uit het hof van Eden. Toen Eva en Adam eigenlijk gezondigd hebben. Toen moesten ze het hof van Eden verlaten. En buiten het hof van Eden verder leven. Toen kwamen ze in een andere wereld terecht. Een wereld van hardheid, van dood,
van verderf. Ze zaten niet langer in het offa-eden, waar eigenlijk alles geregeld was en waar alles gedaan werd vanuit vrije wil. Na het leven, of het leven buiten het offa-eden, was hard. Niet alles gaf zichzelf. Er was ook dwang aanwezig. Er was moord. Er was, wat wij eigenlijk zouden zeggen, a dog eat dog world. Want in Toffa-Eden werd er niet gemoord. Er waren geen dieren die elkaar opaten om in leven te blijven. Dat was er niet. Maar buiten Eden was dat er wel. In het Hof van Eden waren Adam en Eva de enige mensen. Ze hadden ook een ander lichaam, een lichaam van licht. Dat lichaam wordt in de Kabbalah genoemd het lichaam van Adam Kadmon. Of het Adam Kadmon lichaam. Het lichtlichaam. Het is een hele ander lichaam. Heel ander functionaliteit heeft het ook. En met dat lichaam is de mens in staat tot veel meer. Met dat lichaam is men in staat te praten met alles wat geest is. Maar ook met alles wat materie is. De eerste paar jaren toen onze voorouders, toen Adam en Eva uit het Hof van Eden waren verbannen, hadden ze nog dat lichaam. En langzamerhand veranderde dat lichaam naar dat lichaam wat wij mensen nu vandaag aan de dag eigenlijk kennen als het lichaam van de Homo sapiens sapiens. Oké, maar dat is een ander verhaal. We blijven bij de geesten en bij de spirits. In het boek van Enoch wordt aangegeven dat alle mensen vier verschillende geesten in zich hebben, vier verschillende spirits. Ik heb het al ooit eens hierover gehad. Dat de mens vier spirits in zich heeft. De eerste vier spirits, of de eerste geest of spirit, is de geest van Anana, de geest van leven. Zonder de geest van Anana kan niks leven. Dus alles, zelf Lucifer en de gevallen engelen, leven omdat ze de geest van Anana in zich hebben, de geest van de Vader. De geest van de Vader moet in alles wat in creatie zit. Alafan san tikis ching, alafan san de, en alafan san yeye. De san tikis ching en san yeye moet de geest, als het maar leeft en bewustzijn is, en het weet dat het er is, dan heeft het de geest, die eerste geest, de geest van de Vader, de geest van Anana. De tweede geest die wij mensen hebben, is de geest van de gecreëerde doel, of de created purpose. Een purpose is het doel en created is waarvoor je gecreëerd bent. Dus alles wat er is, heeft sowieso deze twee geesten in zich, deze twee spirits. Een created purpose is bijvoorbeeld dat je gecreëerd bent om mens te zijn. Een created purpose is dat je gecreëerd bent, dat iets gecreëerd is om een plant te zijn. Een created purpose is dat iets gecreëerd is om een hond te zijn, een paard, een geit, een koe. Dat is dan de created purpose van een entiteit, een geest, iets wat er is. Deze twee geesten, dat heeft iedereen. Dat heeft alles wat is. In zowel de geestelijke als de materiële wereld. Maar wij mensen hebben vier. De derde geest die we hebben, naast de geest van Anana en de geest van het gecreëerde doel, hè, heb je dan de derde geest. Dat is de geest van Tatayao. In de Hindoe-cultuur noemen ze de eerste twee, noemen ze Brahma, want het is een onpersoonlijke aanwezigheid. Het is er. En het moment dat je dan naar de derde en de vierde geest gaat, dan spreken we van bewustzijn, persoonlijke
aanwezigheid, waarheid, iets wat zichzelf uit iets wat zichzelf heeft gevormd. Het eerste wat er is, het eerste wat dacht, het eerste wat uit het oer, wat er aan was, kwam. Dat is Tata Jou. Dat is wat de Hindoe dan noemt Krishna. Dat is bewustzijn. Tata Jou, zijn aanwezigheid in levende wezens, maakt dat ze bewust zijn. Dat ze intelligent zijn. Dat ze kunnen gaan onderscheiden. Dat er liefde in ze komt, mededogen. Organisatie. Dat ze uit chaos orde gaan scheppen. Dat er jou is dus in de creatie, in de schepping van de Vader. Is hij dus die eerste organiserende, bewustzijnde macht. En de vierde geest die in de mens zit, de vierde spirit, is de spirit van de rationele wezen die wij zijn, om datgene, het potentie wat we in ons hebben, om daar een heilige visie die in ons zit, die potentie, en dan is het niet de potentie van onszelf, maar de potentie van Tata Jou zelf, en de potentie uit de Vader, om datgene te worden wat wij in potentie hebben om te worden. In de Bijbel wordt het aangegeven met dat wij gemaakt zijn om ooit eens goden te worden. Iedere god die er is, is ooit eens gevormd door een vadergod. Tata Jou is gevormd door een vadergod. En ooit eens zullen wij ook goden worden, zoals onze Vader die in de hemel zijt, ooit ook gecreëerd is door een vader voor hem. De zielportion zegt dat er nooit een moment in creatie geweest is dat er geen vader, God, geen Anana was. En dat er multiversa er zijn, dus verschillende universums, om het maar zo te zeggen, is universa. Maar verschillende universums zijn er. Verschillende creator vaders, creator papa, verschillende anana's. En zo zijn er dus ook verschillende Tata Jou's, verschillende messias, verschillende redders die komen om de creatie naar een hogere plan te brengen. Men zegt dat dit een patroon is, een blauwdruk voor alle planeten in de schepping die levende, intelligente wezens hebben. En als je dan ervan uitgaat dat dit bekend is bij heel veel mensen, en dat heel veel mensen dat ook nog voelen, dat onze kosmos, die maar één kosmos is van veel meer kosmos, en dat we in een multigalaxie leven, en dat we soms niet eens namen hebben voor de veelheid aan goddelijke creatie wat er is, dan is het logisch om aan te nemen dat het wemelt van levende wezens, zichtbare en onzichtbare. Dus wij levende mensen hebben vier spirits. Luister dit nog eens een keertje na als je wil weten, als je wil kijken naar de opbouw van deze vier spirits die we hebben. En dan zul je zien dat daar een hele logische opbouw is. Want het kwaad zou er niet zijn als de spirit van Anana er niet in zat. En als die spirit van Anana, de vader zelf van creatie, als het niet een onpersoonlijke oermacht en oerkracht was. En dat Lucifer zich afgescheiden heeft en gerebelleerd heeft, doordat hij gebruik heeft gemaakt van zijn, hoe noem je dat, van zijn vrije wil, zijn free agency in het Engels gezegd. Dat kan alleen als je zou kijken, als je ervan uitgaat dat deze vier jaren erin alle levende wezens er zitten. Door de rebellie van Lucifer
heeft hij maar twee spirits. Hij heeft maar twee geesten in zich. Want hij ontbreekt dus de Krishna-bewustzijn, om het maar zo te noemen. Of de Tatayau-aanwezigheid in hem. En zijn heilige visie, het potentieel wat Tatayau en de vader in hem hebben gezet, dat is bij hem geen heilige visie, maar een illusie. Is een leugen. Dus hij leeft volgens een leugen. En mensen die bijvoorbeeld lezen, die kunnen dat heel erg terugvinden in het boek. De Pistis Sophia. Pistis Sophia gaat over onze jeeën. Maar eigenlijk niet eens onze jeeën, maar meer onze eigen kra. Onze jeeën en onze kra, die ontwikkeling. Hoe onze jeeën onze kra nodig heeft. En onze reis vanuit Jeyekondre hier naartoe. De poorten die we allemaal moeten doorlopen. Wat onze kra eigenlijk tegenkomt onderweg naar aarde. Tot het moment dat die in een lichaam komt. Een heel mooi, maar niet alleen mooi, maar ook een heel wijs en een inspirerend boek, de Pistis Sophia. Dus in ten tijde van Enoch leefde men samen met de geesten. Men had deze kennis van het feit dat de mens uit vier geesten moest bestaan om in staat te kunnen zijn om kennis vanuit de spirituele wereld te kunnen absorberen, te kunnen begrijpen en het te kunnen voelen en het te kunnen zien. Maar men wist ook dat er heel veel wezens waren die niet vier spirits hadden, maar twee. Men was zich bewust van het feit dat er fallen watchers er waren. Aan, want Enoch heeft met Tatayau gesproken. Maar omdat Tatayau in de creatie van de vader degene is die kennis brengt, is alle kennis over het geestelijke leven komt van hem. Zeker de kennis die ons eigenlijk moet leiden naar de weg terug. Enoch zegt dat allen en alles die de geest van Anana in zich hebben, en dat noemt hij de geest van leven, allen die dat in zich hebben moeten op hun beurt leven teruggeven. We moeten geven. Het voorbeeld wat Tatayau ons hier heeft gewezen, ook toen hij op aarde was, in zijn avatarlichaam, of in zijn lichaam als mens, heeft hij ons gewezen dat mededogen, geven, liefde het grootste goed is. De Vader heeft de schepping gemaakt en levende schepsels, zichtbare, onzichtbare, omdat hij geeft liefde, hij geeft leven, hij geeft schepping. Hij heeft ons geschapen en het moment dat we geschapen zijn, zeker wij rationele wezens, gaan we niet meer dood. Want energie kan niet vernietigd worden, het kan alleen omgezet worden. Dat noemen ze transmutatie. Dus wij mensen die gemaakt zijn, die geschapen zijn, we hebben een begin, maar we hebben geen eind meer, onze jee. We hebben een begin, maar we zijn oneindig. En welke les we ook op aarde moeten komen om ze te lezen, om ze te leren. We zullen komen totdat we onze lessen geleerd hebben. Dan kom je dan terug naar het stukje reïncarnatie. In het boeddhisme is er leer over reïncarnatie. En de wiel van de tijd, dat wat ze het samsara noemen. In die wiel van tijd zitten heel veel verschillende gado's. Die de mens gevangen houden in de wiel van tijd, in de zodiac. Totdat de mens geleerd heeft. Hierin kan je zien dat de geest van de mens niet te vernietigen is. Maar meeste mensen, en zeker 12 Hulo, we zijn niet gekomen om te blijven leren. We zijn niet gekomen om constant maar te reïncarneren. Ons lot is anders.
We zijn niet gekomen om alleen maar op aarde te blijven. De kosmos, de galaxies, er is te veel daar buiten. Net zoals Anana twee zonen heeft, de een brengt licht en de ander brengt duister. De een volgt zijn vader op en de ander die rebelleert. Beide hebben hun 12 op aarde. Dus zoals de Tayau zijn mensen heeft, die zijn doctrine, zijn leer, zijn rituelen, zijn koning en zij sabi brengen, die ons terugbrengen naar de ware schepping en het doel van onze schepping. Zo is er ook een 12 die verbonden is aan Lucifer en Satan. Zij hebben ook hun doctrine en hun leer, hun rituelen. Want het staat geschreven en het is gezegd dat, het staat in de Bijbel dat Lucifer gezegd heeft dat hij zal zijn zoals de Vader. Hij zal ook zijn eigen lijn hebben. Hij zal ook zijn eigen schepping hebben. Hij zal ook zijn doctrine hebben. Hij zal zijn als de Vader en ook hij zal regeren. Daar moeten wij ons van bewust zijn. Dus als we zeggen, als één nog voor ons achterlaat, dat allen die de geest hebben van het leven, dat zij op hun beurt moeten terug moeten geven aan het leven, dan houdt dat eigenlijk ook in dat ook de fallen watchers, de gevallen engelen, dat ook zij geven. Maar omdat zij niet leven volgens hun created purpose, niet volgens hun heilige doel, omdat ze maar 2 J's in zich hebben, leiden zij, als ze geven, geven zij illusies. Wat wij eigenlijk de matrix noemen. Dus de matrix, als we daarnaar kijken, dan zullen we in de matrix altijd terugvinden elementen van de fallen watchers, van de gevallen engelen. En als we in de natuur kijken, zullen we zien dat de natuur bestaat uit onderdelen van de holy watchers. En tezamen zijn zij onze werkelijkheid, waar de Tayau Edemang van is. Allemaal hebben ze een naam. Wij allemaal hebben de naam die wij gekregen hebben van onze aardse moeder. Maar we hebben ook een naam die aan ons gegeven is door de Tayau. En die naam die kennen wij zelf niet. Maar allemaal hebben we een heilige naam. En niet de naam die staat in het geboorteboek. Nou, het is een heilige naam. En die kan je eigenlijk vragen als je slaapt en je wil weten. Omdat die naam is jouw heilige doel. Het represent jouw heilige doel. Dat geeft aan wie je werkelijk bent. Vanaf de oorsprong van jouw ziel. Alle heilige watchers hebben een naam. Alle gevallen watchers hebben een naam. De fallen watchers en de heilige watchers, heb ik al aangegeven, het zijn familie. Deze mensen hielden ontzettend veel van elkaar. Toen in de celestiale wereld. Tussen hun is er een band. Een onbegrensde liefde. Ik heb al aangegeven dat bij de revolutie daar in de hemel, dat er een scheuring kwam tussen broers en zus, zus en broers, broer en broer, moeder en zonen, vader en kinderen, neven en nichten, halfbroers en halfzussen. Het is niet zomaar iets wat daar in de hemel is gebeurd. Men geeft aan dat degene die zijn achtergebleven, de 2/3 heilige watchers, dat er heel veel pijn was
de heilige watchers die gebleven zijn. En het creatieplan van de Vader uitwerken en niet gerebelleerd hebben. Hun liefde. Zij hebben ontzettend veel liefde. En als je ernaar kijkt, dan hebben degenen die gerebelleerd hebben het tegenovergestelde. Zij hebben ontzettend veel haat. Want het is net als met warmte en kou. Een middel om warmte en kou te meten, is de thermometer. De thermometer, met de thermometer, meet je zowel de kou als de warmte. Er is altijd een moment waarop de kou overgaat naar warmte en andersom. Dus er is altijd één moment dat de thermometer aangeeft, nu is het warm en nu is het koud. En ergens daar in het midden, wanneer het lauw is, dan gaat het naar van de ene extremiteit naar de andere. Maar het is één middel die meet en die aangeeft wat de temperatuur is. Zo is de Vader schepper van zowel datgene wat Lucifer doet, als datgene wat Tatayao doet. Alleen de ene rebelleert en de andere die volgt en die doet wat van hem gevraagd wordt door zijn vader. Er is niet zoiets in onze creatie dat zegt dat je hebt onze vader en je hebt Lucifer als twee entiteiten. Lucifer zit met zijn haat en met zijn rebellie. Zit hij binnen de creatie en binnen de schepping van onze vader. En niet op hetzelfde niveau. Want Lucifer is nog steeds een zoon van onze scheppervader. Net zoals dat aan jou dat is. Heel veel mensen denken dat goed en kwaad. Dat ze boven onze scheppervader zijn. Maar dat is niet het. Dat is niet het geval. Absoluut niet. Lucifer en zijn beweegredenen, die vallen allemaal nog binnen de schepping van onze vader. Want Lucifer bestaat doordat hij nog steeds de geest van het leven van de vader in zich heeft. En de geest van zijn created purpose. En de created purpose van Lucifer is dat hij een cherubijn is. Zoals onze created purpose is om mens te zijn met alle potentie die in ons zit om een god te worden. Zoals de Wintipokus dat aan ons vertellen. En zoals alle Wintis het aan ons zeggen, wie naar Gado. En zoals de Memreboeken aan ons beloofd heeft, dat als we ons houden aan de weg die aan ons gewezen wordt, en we houden ons aan het convenant, en aan de convenanten, dan is niks, dan houdt niks ons dan valt niks ons in de weg om te groeien geestelijk, om datgene te worden wat voor ons eigenlijk in petto ligt. En dat is namelijk groeien, want onze vader is leven en leven is, kent geen dood. Onze vader is alleen maar groei. Dus alles heeft een naam, een geestelijke naam. Niet de naam hier op aarde. De Jees, de Fallen Watchers, de Heilige Watchers, allemaal hadden liefde voordat die revolutie er was. Ze hadden liefde voor hun eigen soort. Ze hadden liefde als individu, gaven ze liefde. Maar ook samen kunnen ze liefde geven, werken ze samen. Dat is wat wij noemen het joinen. Ze geven liefde en ze onderhouden eigenlijk alles in de creatie, alles in de kosmos. Werken samen met de mens. Als de mens, daarvoor open staat. En als ze via de mens kunnen werken. Als het floot. Alles wat in het Hof van Eden was, ten tijde van onze vader, moeder, Adam, Eva, heeft een naam gekregen en is gedefinieerd. En bij het geven van de naam, toen ze gedefinieerd werden, toen hadden ze ook meteen hun
created purpose en hun heilige doel. En degene die ze een naam gaf, dat was Adam, de man die gaf ze de naam. En de vrouw Eva die zorgde ervoor dat ze joinden en in onze werkelijkheid terug te zien waren. Ik heb al aangegeven dat Enoch degene is die wij noemen aardengel Metatron. En waar ik steeds mee achter kom is dat aardengelen eigenlijk niks anders zijn dan cabra's. In alle boeken die ik lees zie ik dat aardengelen mensen zijn geweest in een eerder leven. Mensen die genoemd worden in onze memory boeken. Het zijn mensen uit 12 Hulot. Velen. Dus aardengelen en cabra's zijn hetzelfde. We moeten ze niet loszien van elkaar. En we moeten niet alleen aan cabra's denken. In de zin van mi grandma, mi grandpa, mi afo, mi totoro. We moeten verder gaan en dit koppelen tot aan de eerste mens. Cabra's zijn ouder dan alleen maar 100 jaar of 150 jaar. En als we dat eenmaal beseffen, dan beseffen we ook dat we cabra's kunnen noemen en oproepen en vragen te komen vanuit tijden die zo lang vervlogen zijn, dat we niet eens erbij stilstaan dat we eigenlijk cabra's zouden kunnen roepen van voor Katibo. Dat we cabra's zouden kunnen roepen van in de tijd dat Timbuktu er nog was. In de tijd van misschien wel de farao's, in de tijd van Abraham. Want het blijven cabra's. En ze zijn er nog steeds om met ons samen te werken. En we zijn nog steeds familie van elkaar. En die onderlinge liefde die er is, die familieband, het verband wat er is tussen ons en tussen hun, is iets wat nooit weg zal gaan. Wij allemaal komen uit eerste vader, eerste moeder. Wij allemaal zijn hun bakapjing. En geen enkel ouder zal zijn kinderen in de steek laten. Of je zich nou in de materie bevindt, of dat adede, maar adete, de asalukudem bakapjing. Ik ga nog een pokoe zetten. En dan gaan we dan verder. Want anders blijf ik maar praten, hè. Maar we moeten af en toe ook gewoon een, libisama. Ik hoorde net van een beller dat er ontzettend veel gestoord wordt op de achtergrond. Dames en heren, mevrouw, dank u wel dat u gebeld heeft en dat u dit doorgeeft. Helaas kan ik er echt niks aan doen. Ik zal proberen wel luider te spreken, zodat ik duidelijker overkom. Maar er zijn wat mensen hier die waarschijnlijk iets te vieren hebben. En ja, het is niet anders. Maar dank u wel dat u dat aangaf. Ik zal dan proberen duidelijker en dichter bij de microfoon te praten. Zodat hij minder last heeft ervan. Maar ik kan er niet zoveel aan doen. Dus mijn excuses, dames en heren thuis. Excuses. Maar dan gaan we verder. Ik heb al aangegeven dat de Holy Watchers en de Fallen Watchers, hè, de gevallen, de rebellerende, dat ze familie zijn en dat er ontzettend veel liefde er tussen hun was voordat ze uit elkaar gingen, doordat ze kozen om te rebelleren tegen het scheppingsplan van de vader. Dat wij ons niet kunnen voorstellen hoe deze familieband, hoe sterk het was tussen de partners, tussen de broers, Tatayau en Lucifer en al die andere watchers. He, al die geesten daar onderling in hun lichamen, hun eeuwige lichamen en buiten hun eeuwige lichamen. Ik ga hier nog veel meer over praten, want wij moeten weten dat Tatayau, hij had een lichaam. He, hij heeft een lichaam, een lichaam die, die er anders uitziet. Lijkt op die van ons, maar anders uitziet. Want we zijn gemaakt naar hun beeld en hun gelijkenis. He. Ook daar zullen we dieper op gaan. We zullen gaan kijken van wat bedoelen ze met het beeld. Hè? Als iets een beeld is, dan wat zijn de attributen van het beeld? Wat wordt daarmee bedoeld? En wat wordt bedoeld met zijn gelijkenis? Met zijn gelijkenis is dat hij ook net als ons voelt. De dingen doet zoals hoe wij dat doen. En dat zijn beeld. Een beeld is eigenlijk dat hij net als ons een hoofd, armen, benen heeft. Ogen, neus, oren. En zijn gelijkenis is
qua karakter, persoonlijkheid. Daar gaan we het ook over hebben in de komende tijden. Dus ja, deze familieverband was een hele sterke. Als wij naar onze eigen menselijke familiebanden kijken, dan kunnen we daar een beetje naar kijken. Want dan hebben we het over de gelijkenis. Hè? Dat zijn dan de persoonlijkheden tussen vader en moeder, ouders en kinderen, de kinderen onderling, de kinderen van je tante. Nou, dat is allemaal eigenlijk dat wat zich ook in de hemelse contraien zich afspeelt. Wat men zegt, sanda loktu da grondu. En dat wij hier op aarde eigenlijk niks anders zijn dan een kleine voorstelling van wat er daar boven er eigenlijk is en wat eigenlijk eeuwig is. Enoch geeft aan dat de schepping in zichzelf heel veel vreugde had. En de vreugde die de schepping, want wij zijn de schepping, de planten zijn de schepping, alles is de schepping. Deze schepping had heel veel vreugde. En de vreugde die hij had, dat is wat waar Anana het eigenlijk voor doet. Anana groeit door de vreugde die zijn schepping beleeft. Dat is zijn beloning. Dat hij jou die groeit als hij ziet dat, aangezien hij dan degene is die de waarheid voor ons brengt, de doctrines aan ons geeft. Die epotkoni nangasabi, die epot obja in uno, om het maar op zijn ningre kondre te zeggen. En ik uno den dresi, den koni, den sabi, den obja. En epot in den wiviri. Datgene samo sorgo dat uno lek libis ma mus fin dresi. Dat de metite den jansons sanite den jangrasi, te den bere hati den sab dat de mus jangrasi. Afanfas do ina grasi fu pur abere hati. Ma ook to afetak ameti saptak amus nyama grasi. Dat na koni dat jou epot in a schepping. Dat unu lek libisma. Umango was un vir watra. En dat un sap sot wiri un broko. Te we mekwa apuku watra un sap sot wiri we broko wasa apuku. If nou wat ingi, if nou wat trauma, om dat precies van aan alla vivir je poti alla watra. De vriend die weer gooit in de vriend die watra. A koni nanga sabi disi, nanga a created purpose voor den planten, dat na sang tata jou e poti in en dan met ena edeman voor naturu, ena edeman voor schepping, want na inge geng a koni nanga asabi voor do, voor dresi. Dus de schepping had heel veel vreugde. Want iedereen gaf, iedereen werkte samen met elkaar. Maar tata jou en Anana, zo wisten van deze abidjing, nang akaba, de sabi. Zij wisten dat deze vreugde, dat het een gudu was. Het was een schat, een heilige schat was het. En zij wisten dat ze deze vreugde die er in de schepping waren, dat ze dat moesten bewaken. Maar ze wisten ook dat deze vreugde en dit geluk, wat in de schepping aanwezig was, dat het kon veranderen, kon veranderen. Maar de schepselen die wisten dat niet. Want alle schepselen in de schepping waren eigenlijk naïef. Ze hadden nooit slechte dingen nog meegemaakt. Ze hadden alles aangenomen wat er was. Want alles was goed. Dat staat ook in Genesis geschreven. Onze vader die schiep de Jezus, schiep hij op de eerste dag van Genesis. En alles was goed. Dus mens en de dieren die zijn gemaakt op dag 6. En daarna kwam de zevende dag wat de rustdag was, de Sabbat. De windjes wisten ook niet wat Tata Jou en Anana wisten. Dat het geluk en de vreugde die ze kenden in het Hof van Eden. Dat als het niet goed bewaakt werd, dat het zo kon omslaan. Want ook de windjes zaten alleen maar vol goedheid. Lucifer is de eerste die een illusie heeft gebracht. Dus en aangezien de windjes deze inzicht en dit vooruitzicht ook niet hadden, hadden onze voorouders, Adam en Eva, en ze hebben andere namen,
Die hadden dat dus ook niet. Ze wisten niet eens dat ze naakt waren. Dat is toch wat wij hebben overgeleefd gekregen. Want de Bijbel zegt het ook, die Mimrebuku. Die zegt het ook. Van, ze hebben, toen de Most High, de Vader, toen hij creëerde. Op de zesde dag zei hij, alles is goed en nu pas gaan we rusten. Daarom is zeven een heilige getal. En er zijn mensen die zeggen dat, ja, maar meneer Bribi in een Mimrebuku. Ik wil jullie echt vragen. Bribi, zoek het op internet. Dan gaan jullie zien dat de oudste Bijbel van het continent komt. Afrika. En dat alles wat daarin stond. Alle mensen, alle profeten. Al die mensen die de Mimrebuku dragen. Dat ze geen geel haar en ook geen blauwe ogen hadden. Maar dat ze gewoon zwarte mensen waren. Dat is de oudste Mimrebuku die er is. De oudste. Alles wat erna komt. Is dat nagekomen, is door andere mensen gemaakt. Omdat ze willen dat het hun moest representeren. De laatste die gaat komen, de laatste Bijbel gaat alleen maar Chinezen erin hebben. Want de Chinezen zijn bezig om het te gaan voor Chinezen. Maar de eerste is van Blakabuba. En alleen Blakabuba zit daarin. Het is niet te koop. Het is zo prijzig en waardevol dat het nooit verkocht zal worden. En daarin is opgenomen dit verhaal wat ik nu vertel. De verhalen van Enoch. Dus onze vader. Hij zag dat alles, alle wezens goed waren. Alles. En in het begin werden ze allemaal Eer genoemd. Dubbel E-R. Dus E-E-R. En Eer betekent watcher, bewaker. Ze moesten de mens bewaken. Ze moesten de schepping bewaken. De kosmos moesten ze bewaken. Dat was hun taak. Alles ging goed. Alles ging goed. Totdat onze voorouders, of onze eerste vaders en moeder, of vader en moeder, uit het Hof van Eden moesten. Door, en dat is een verhaal op zich, ik vertel die nog binnenkort wat er overgeleverd is. Waardoor ze eigenlijk uit het Hof van Eden zijn verbannen. Maar ook dat hij jou aangegeven heeft. Dat zijn liefde ervoor gaat zorgen. Dat de mensen die willen leven volgens zijn wetten een terugkeer zullen maken naar het Hof van Eden. Ik zal ook gaan behandelen de eerste boeken van Adam en Eva. En hoe vreselijk ze dat vonden om dat ze misleid waren. Ik zal ook behandelen dat toen Adam en Eva uit het Hof van Eden gingen, dat er jou en heel veel watchers met ze mee zijn gegaan en dat er verbonden zijn gemaakt. Ik hoor hoeveel lawaai er wordt gemaakt, sorry mensen, maar we zijn ook inmiddels gekomen aan het einde van vanavond. En dan zo meteen gaat het nieuws komen en dan val ik weg en ik wil niet wegvallen zonder dat ik een odi heb gedaan en dat ik aan jullie vraag om volgende week er weer te zijn, want we gaan steeds verder en dieper in totdat we zullen gaan vertellen over de taak van Ananas zelf en dat er meer Nanas zijn en dat onze vader één van velen er is en dat onze vader niet de scheppingskracht is. Dat is hij niet. Maar onze vader is wel voor ons een eeuwig wezen. En hij is onze vader. Ik wil jullie vragen om er volgende week weer te zijn. Mijn naam is Makeda, ja? En ik vond het fijn om hier te zijn.